Blote madame, jij gaat gewoon zonder kleren winkelen. Ja, wassen en strijken, dat doe ik niet zo graag. Met dank aan moeder natuur en vader Jeff Hoeibergs. Dit was de Blote madame. En mijn volgende gast bouwt even snel aan zijn comeback als de stad Antwerpen aan de Oosterweelverbinding. En volgens de laatste studies zorgt hij voor evenveel lawaaihinder. Timmerend aan zijn comeback, mijn stagiair in de podiumkunsten. Hier is Hans Otten! Dag Hans Otten. Dank u. Dank u. Ça va? Ja, Hans Otten, dat ben ik. Hallo. En William, al reacties gekregen, want misschien voor de mensen thuis die vorige week niet gekeken hebben. Ik ben zogezegd stage aan het lopen bij William Boevan om een comeback te maken op televisie. Dus hoe zijn de reacties van de VTM-directie? Positief waarschijnlijk. Wat heb je al gehoord? Ik heb er nog niks van gehoord. Ah, ik heb wel de programmadirecteur gezien en die stak zijn duim precies omhoog. Ah, het kon ook zijn middelvinger zijn. Maar... Ja, maar in de media, dat weet u, dames en heren, is geen nieuws goed nieuws. Dat zal jij nog wel leren, natuurlijk. In ieder geval klopt dat zeker. Heb je een nieuwe quiz gemaakt deze week? Prijsje gelukkig. Waarom? Nee, dat is de titel van de quiz. Prijsje gelukkig. Een nieuw onderdeel in de grote Hans Otten quiz. Met Hans Otten, dat ben ik. Hallo. Hoe werkt het dan juist? Ja, probeer me niet te onderbreken. Dus ik wou even uitleggen. Prijs je gelukkig wel. Mijn kandidaten moeten dus de prijs raden van een artikel. En zoals jullie wel weten heeft Hans Otten, dat ben ik, hallo, weer een aantal mensen beetgenomen. Geniaal. Ik had niet anders verwacht. Dames en heren, de grote Hans Otten quiz. Met mezelf, dat ben ik, hallo. Welkom bij Bestel tegen de Bel. Hallo. Ik zie hier een flatscreen op telefoon en een strijkijzer. Mike, zet jij ze even in de juiste volgorde van goedkoop naar duur. De koptelefoon op 1, strijkijzer op 2 en een flatscreen op 3. We kijken naar het juiste antwoord en dat is inderdaad correct. We zien hier een motor, Ducati, een Ferrari en een koffer. De koffer op 1, de motor op 2 en de Ferrari uiteraard op 3. We gaan eens kijken, we gaan eens kijken. De motor was het goedkoopste met 17.500 euro. De Ferrari op 2 met 254.000 euro. En op 1 stond de koffer met 1 miljoen euro. Strikvraag, ja. Ja, want de koffer was natuurlijk gevuld met bankbiljetten ter waarde van 1 miljoen euro. Ik dacht dat de koffer leeg was eigenlijk. Dus, niet te veel denken, doei. Ja. Ja. Zijn die voorwerpen jou bekend? Jij gebruikt ze regelmatig? Nee, ik gebruik ze niet. Nee? Oké. Okay. Dat paars, wat ook noemt, op 1. De dubbeldom? Ja. Zwart op 2 en dat bruin op het derde. De pipe dream. De pipe dream. Goed, we gaan eens kijken naar het juiste antwoord. Ze staan in die volgorde, maar ze kosten alle drie 49,99. Welkom in de tweede ronde Verknal het getal met Hans Otten. Hallo. Goed, Mike. We gaan spelen. Jij krijgt een voorwerp te zien en drie cijfers. De bedoeling is dat je die cijfers in de juiste volgorde zet. Dit is het eerste voorwerp. Deze schitterende wasmachine. Wat merk is dat? Miele. Dat is een miele. 120, want dat lijkt zoveel. We gaan eens even kijken. Het was 999. Je had de 9 3 keer moeten doen. Oh ja, maar mag ook. Ja. We gaan naar de volgende foto. Dat is 1 gram zuivere cocaïne. 50 euro. Je bent duidelijk een kenner. Sowieso. Ja. Nee. Ik ken maten die dat hebben. Ja. Dus, je dealt zelf? Nee, ik deal natuurlijk niet, maar ik ken wel jammer genoeg mensen die dat... Als snuiven af en toe wel? Ik ben tegen drugs, maar ik ken wel mensen die dat verkopen. Ja, maar... zeggen ze vaak, ik ken iemand die... Hè? Nee, ik pak echt niet. Nee. We kijken naar het juiste antwoord. 127.029 kop, dus Colombiaanse pesas. Dat had u moeten weten eigenlijk. Jammer wat dit betreft, maar je hebt toch nog genoeg punten verzameld om de finale te spelen. Welkom in de finale. En die finale heet Prijsmatch met Hans Otten. Dat ben ik. Hallo. En met Mike natuurlijk. Hè. Je hebt de finale gehaald. Proficiat. Zo goed was het nu ook weer niet, maar je moet het niet overdrijven. Je krijgt zometeen een voorwerp te zien. De bedoeling is dat jij de prijs raadt.
Ja. Nu, om jou meer kansen te geven, mag je €500 naast zitten. Goed, we kijken naar het voorwerp. Het is deze prachtige BMW. Wat is er? Is er een storing? Dan moet je hier al liggen. Dus de bedoeling is dat je daar een bedrag op schrijft. Het is een beetje sneu als we eindigen met een verliezer. Ja, tuurlijk. Hè? Dus de auto kost 19.999. Dus probeer daar... Ik zal 19.600 pakken of zo. Zo, zeg eens, hè. Ja. Nou, het stil. Spannend. Jij moet zo meteen op je bordje een prijs opschrijven. Kan jou 50 liter benzine of diesel opleveren. Moet je wel de prijs juist hebben of toch in de buurt, want je mag er €500 naast zitten. Ja. Veel succes, Mike. Oké, ben je zeker? Oké, laat dan nu misschien het getal zien dat jij gegokt hebt. 19.650. Denk je dat dat een goede gok is? Ik denk het wel, ja. We gaan even kijken naar de juiste oplossing. Het was 10.409. Tweedehands. En zei hij mij dat 19 dus veel kost? Oh. Ja, toch iets minder prijsbewust dan we dachten. Maar we nemen toch met plezier afscheid van jou, Mike. Dank je wel om mee te spelen in de grote Hans Otten quiz met Hans Otten. Dat ben ik. Hallo. In elk geval geen winnaars vandaag, maar we nemen wel afscheid van de kijkers. Ben je even zwanger? Schitterend. Mooie quiz, vond ik het. Ja, ja, ik ben blij dat jij het vond. Glitter en glamour, zonder glitter. En ook zonder glamour. Hans Otten! Dat ben ik. Hallo. Ja, hallo. En onze volgende gast is de enige man naast Johan van der Lanotte die fier is om rood te zijn. Ze delen dan ook mekaars ringbaard in co-ouderschap. Uw applaus voor de snode duivel. William, ik zou het wel appreciëren dat je geen namen noemt. Hè? Gebruik afkorting of zo, dat is beter. Waarom? Ik wil anoniem blijven. Hè. En zeker mijn vrouw mag niet weten dat ik dit doe of ze smijt mij buiten. Dus Nathalie weet nog altijd niet dat jij dat zei. Nee. Goeie vermomming, hè. Goed, welk filmpje heb je deze week meegebracht? Wel, William, ja, de dagen beginnen korter te worden, langer donker. En ik wil eigenlijk een beetje het zonnetje zijn in het leven van de mensen. Mo, echt? Nee. Dames en heren, de snode duivel. Je me souviens du bord du mer avec ses filles au ton si clair. Elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. Joie, joie, joie.
Voor die ene dag deze zomer dat het wel goed weer was, heeft hij het op zijn eentje voor iedereen verpist. Ik heb de fun zien zakken in de zee met dank aan de snode duivel. We gaan er even uit, niet naar de zee, maar naar de frigo. En dit breng ik straks voor u mee. Ik wil even een keer op mijn kindje letten. Ik ben direct terug. Ça va? Merci, hè. Welkom terug bij Balls of Steel. Onze volgende gast vindt altijd wel een gaatje om zijn gevoelens te delen. En dat vat hij dan gebald samen in één essentiële levensvraag. Namelijk, wilde jij poepen? Hier is Kay Charles! Dag Kay. Dag William. Zeg, vorige week heb je ons compleet verrast door ongegeneerd over uw gevoelens te praten. Ja, en ik blijf nog altijd bij mijn standpunt staan. Het is gewoon simpel. Dat man moet blijven openstaan voor zijn emoties. En ook voor uw Balls of Steel, zeker. Oh, verdomme, William. Ik ben een gevoelige jongens. Zulke opmerkingen, dat maakt mij gewoon echt ziek. Ja, ja. Herpes, zeker. Zie. En geslachtsziekte, hè. Dat is bij een vent, just gelijk een bejaarde met een oorapparaat. Dat hoort er gewoon bij. Fitzak, man. Ja, hè. Nee, dat is niet nodig. Kom, ik zet dat filmpje op. I'm gay. Gay. I'm hella gay. Ja. Ik zoek een broek. Zeg het eens. Iets klassiek, maar niet ultra klassiek. I'm not gay. I'm not gay. Ja. En hoe draagt je meestal? Is dat meestal links? Nu rechts. Nu rechts. Ah, dat varieert. Oké, okay, eens proberen. Stap eens twee stappen naar daar en dan terug. Naar daar? Naar daar. Zo, en dan even rond de tafel en vanaf. Wacht, ik kom even, laat me zien. Wacht, hè. Ik zou het links dragen bij deze broek. Toch zeker, ik was niet. En bij de pijpen moet ik er iets af doen? Moet ik de pijpen aftrekken of zo? Of eerst aftrekken en dan de pijpen pas doen? Oh, iets aftrekken, wat bedoel je? Dat is te lang, hè. Maar dan moet je het een beetje aftrekken. Aftrekken? Ja. De pijpen aftrekken. Bovenaftrekken zou ik een beetje moeten doen, want ik krijg miserie. Ja, kijk even. Het belangrijkste is, hè. Dat is als je... Oei, ze zit vast bij je wacht, hè. Ja. Dat is ook en nu kijken. En nu kijken? Nee, dat gaat niet. Nu was je perfect, hè. Voilà. Je kunt gemakkelijk uit de broek zonder dat het openvalt of zonder dat er iets uitkomt. No worries. Een hemd eens proberen? Ja. Probeer eens. Ik ga eens laten zien wat er nog is in de stoek. Hè. Om een ideetje te hebben. En? Wat vind je hiervan, van zoiets? Wat dan? Ja, goed. Allee. Dat is goed. Dus dat is ook iets voor u. Wat doe je? Ah, wel, zo. Zo. Hoezo? Zal mij passen? Dat weet ik niet, maar ik wil eigenlijk gewoon weten allee, of je goesting hebt om te poepen, eventueel. Zo is dat niet. Dus niemand? Nee, ik heb geen tijd daarvoor. Ik heb een korting akkoord te maken van die bed. Nee, fuck, alsjeblieft. Allee, kom. Ja, maar allee, kom, dat is op het moment zelf, hè. Ja, ja, maar die op straat zien ze toch staan? Maar als we het doen, dan is het in het hokje. Ja, nee, niet hier natuurlijk. Ik ga dat niet doen. Allee. Gewoon een keer gewoon poepen. Nee. Het is heel vriendelijk voor dames. Gewoon poepen. Nee, ik heb andere dingen te doen. Ja, dan kan ik u niet verder dan dienst zijn dan. Hoe dat? Niet poepen, ja, dan niet verkopen, hè. Serieus? Ja. Oh,
Veel verkocht, zeker? Ja, ik had nog geprobeerd van hem een bruine sjaal te verkopen, maar geen kans. Vetzak. De verkoper die liever in natura afrekent. Het speelt geen rol wie de broek draagt, want ze moet toch uit. Uw applaus voor Gay Charles. Mijn volgende gasten heeft als filosofie: koop genoeg kinderen, dan heb je er altijd eentje op overschot voor het geval je er eentje kwijtspeelt. Een goede opvoeding is puur een kwestie van genoeg sigaretten. Uw applaus voor Mamma Mia! Dag Mamma Mia. Dag William. Sa, vraagske, mag ik hier roken? Ja, maar nee, dat is hier tv, dat mag niet. Oh ja, houd dat wel kort, hè? Want mijn Vincenzo die al mijn nicotinepleisters op mijn katten geplakt. Dat beest dat hangt dus al 4 dagen hoe stijf in mijn gordijn. Is het brave kinderen? Oh ja, nu wel, ik zie ze niet. Hè? Goed, wat heb jij deze week speciaal voor ons gedaan dan? Verhulder, ik heb niet speciaal gedaan. Hey, als alleenstaande moeder kijk ik geen tijd. Ze verhulder 7. Maar nu heb ik wat heb ik gedaan. Naar de winkel geweest, gaan tanken. Het gulden mij gevolgd met een camera, dat is al. Zeg, maar mag ik echt geen sigaret gaan roken? Ik was zenuwachtig. Wacht nog even. We gaan eerst even kijken. Dames en heren, een dag uit het leven van Mamma Mia. Vincenzo, hij blijft gewoon hier wachten. Meneer, mag ik er vragen? Wil je even op mijn zoon letten? Ik moet juist even binnen voor kotletjes. Voilà. Zo, vriend. Kun je even een keer op mijn kindje letten? Ik ben direct terug. Ça va? Merci, hè. Vind jij zo geen snoepjes aan in van vreemde mensen, hè? Flink zo, man. Ja, tuurlijk, Shirley, stop je met neuten. Voilà, ik moet mee met mama, ja. Jaarde. Meneer, ik zit echt te kloten met die dop, dat draait zot. Ja? Ah, wacht. Merci. Merci, hè. Ik moet juist om kotletjes. Maar ik ben direct terug. Wil je even wachten? Ik ging alleen niet bij. Merci, hè. Weet je? Wat is er nou? Ik mag niet van mijn mama tegen vrienden. Ja, mama mag je ook niet zo laten, hè? Mama mag je toch niet zo niet laten staan, hè? Pak je niet gewoon wat? Dat is niet goed. Ik ben een hond, hè? Alleen dat ik niet nog moet. Ik heb geen pas maken met een hond. En vragen we dan aan dat ik hier blijf. Hoe is die mama, ja? Ah, oeh, aan madame? Ja, hij heeft hem losgemaakt. Een hondje, hè? Natuurlijk, ja. Met die kinderen is het lastig, hè. Als je altijd zo... Allee, kom, ga dan toch maar mee. Ja, de mensen willen toch een keer op zijn gemak winkelen, hè, madame? Oh, de Max. Merci, hè. Top. Hallo, hey. Salut, merci, hè. Yo. Ja, mijn vriendin heeft mij zo ook eens een keer onder de leiband gelegd. Ze vond dat wel kinky, zo. Een hondje om af te richten. Maar ik had dan op de mat gekakt. Maar uiteindelijk is dat vrij simpel. Zo. Gewoon direct met neusje erin. Doe dat bij mijn gasten ook altijd. Oké. Nu al vijand nummer 1 van de kinderbescherming. Uw applaus voor Mamma Mia!
Zo, de ballen zijn gescoord, de spelers naar de douche. Tijd voor ons publiek om hun favoriet te kiezen en bekend te maken wie deze fantastische Balls of Steel trofee wint. Is het de blote madame, puur en prachtig? Of Hans Otte, zot van glorie? Is het de snode duivel, rood en snoot? Of Gay Charles, gevoelig, maar vooral gay? Of Mamma Mia, bezorgd en betrokken? Wie wint deze week, Balls of Steel? Dat beslissen jullie, het publiek. En ons publiek heeft gekozen, de stemmen zijn geteld, maar ik heb mij misteld. Dus de winnaar is... Mamma Mia! Proficiat, neem dit trofee maar mee. Kom erbij. Hey, nog een laatste woordje. Misschien een briquet of zo? Deze week wil Mamma Mia de trofee, die ze wellicht nu al aan het verpatsen is, in ruil voor sigaretten. Wie gebruikt volgende week de trofee om van haar carrière toch nog iets te maken? Tanja Dexters alvast niet. Dit was de tweede aflevering van Balls of Steel. En wat hebben we nu geleerd? Juist, geen kloten, de botten. Bedankt om te kijken en tot volgende week. Het is helemaal geen quiz. Ik heb nu erin geluisterd. Niet waar, jongen. Dat meen ik niet, joh. Allee, joh, kom. Jongen, mijn pieter, jongen. Allee, wat is dat, joh? Dat is niet waar, hè? Jawel. Verborgen camera. Hebben ze ooit bij uw bal gehad?